en onze Miss Friendship vanavond. Uw applaus voor Cara Verfaay. En het meisje dat vanavond met een award voor Best Catwalk naar huis gaat volgens onze jury, Olivia Pallarone. En het meisje dat Best Promo wint vanavond, uw applaus voor Cara Verfaay. En daarvoor hebben we vanavond ook een Social Media Award uitgereikt. En deze award vanavond die wordt gewonnen door Olivia Talarone. Wat ik nog nooit heb gedaan, en dat is één iemand uit de zaal erbij roepen. Want vanavond zit hier iemand in de zaal die eigenlijk ook op dit podium had moeten staan, die een ongeval heeft gehad en daardoor deze show niet kon meenemen, maar de groep die de Eco Award in ontvangst neemt, en ik vind dat ze erbij moet komen staan, is de groep Fata Morgana met Pearl, Shani, Ina, Jole en Lana. Hiervan geeft onze Miss Fotogenic dit jaar Olivia Talarone. Miss Fashion Event 2019 is Doreen Kuzma. Doreen ontvangt sowieso vanavond van onze partner nog een mooie parelset en wordt op een jaar lang het gezicht van Axel. Welke meisjes wil jij vanavond bij jouw bureau een contract aanbieden? Nummer 23, Nora. Nummertje 17, Doreen. Nummertje 11, Cara. Nummertje 18, Merel. En ik zou heel graag Ina er nog bij hebben. Nummer 16, Olivia. En als laatste, maar niet minste, nummertje 4, Chloe. Met deze meisjes. We gaan ook jarenlang het gezicht worden van Global Fashion. De vier meisjes die zij hebben gekozen. Uw applaus voor Birgit, Olivia, Shani en Doreen.
de People's Choice Award. Het meisje dat vanavond de People's Choice Award mee naar huis neemt, is de eerste en ook de enige die voor de pauze zeker is van haar top 10 plaats. Dus wie is onze eerste top 10 finaliste vanavond? Onze allereerste top 10 finaliste die nog kans maakt op de titel Miss Fashion 2019. Uw applaus voor Dorine de Koetsmaker.